Veel huishoudens gebruiken gas om er warmpjes bij te zitten. Maar daar is nu maar moeilijk aan te komen en bovendien gaan de prijzen door het dak. Is de kans aanwezig dat jij deze winter in de kou komt te zitten? Bij zeer winterse temperaturen, tot wel 17 graden onder nul, is de landelijke gasnetbeheerder GasUniek verplicht om jouw gas te leveren. De gaskraan gaat dus niet zomaar dicht voor jou, maar je kan het wel flink in je portemonnee gaan voelen. Zeker als jij geen energiecontract hebt met vaste prijzen of als jouw contract binnenkort afloopt en je een nieuwe moet afsluiten. Grote bedrijven hebben die garantie alleen niet. Neem kunstmest. We hebben in Nederland 2 kunstmestfabrieken die samen net zoveel gas verbruiken als 1/3 van alle huishoudens samen. Nou, zij kijken bij deze hoge gasprijzen vooral, loont het voor mij wel, kan ik nog winstgevend produceren? Misschien besluiten zij om de productie even wat omlaag te schroeven. Waarom zijn die gasprijzen eigenlijk zo hoog? Het is allemaal een kwestie van vraag en aanbod. Laten we beginnen met de vraag. Die is enorm hard toegenomen het afgelopen jaar. Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. En het komt door verschillende factoren. Als eerste trekt de economie wereldwijd weer aan. Tijdens de lockdowns hebben we veel minder geproduceerd en geconsumeerd. Maar nu kopen we weer veel meer spullen. En daar is energie voor nodig, en dus ook aardgas. Daar komt bij dat het de afgelopen winter heel lang koud is geweest. En daardoor hebben we veel gas gebruikt en zijn de gasopslagen erg leeg geraakt. Nou, normaal gesproken vullen we die gasopslagen in de zomer. Maar de afgelopen zomer waren de gasprijzen al dusdanig gestegen dat het niet rendabel leek om die gasopslagen weer bij te vullen. En zo zat het weer wel vaker niet mee. Zo heeft het in Europa de afgelopen tijd niet hard gewaaid. Hierdoor hebben windmolens weinig stroom geproduceerd. Dan moet het ergens anders vandaan komen. Bijvoorbeeld uit gascentrales, waar je stroom kunt maken door gas te verbranden. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren veel landen overgeschakeld van kolen naar gas, omdat gas minder CO2 uitstoot. Maar daardoor is de vraag naar gas wel hard toegenomen. Het aanbod van gas is alleen niet net zo hard meegestegen. Zo hebben grote olie- en gasbedrijven minder geïnvesteerd in nieuwe gasvelden. Tegelijkertijd hebben overheden te weinig groene alternatieven gepromoot om dit gat te vullen. Nu gaat de gaskraan hier in Groningen ook steeds verder dicht. En we zijn niet het enige land in Europa dat steeds minder naar gas boort. Andere belangrijke producenten, zoals Noorwegen en Engeland, die produceren ook steeds minder. En het komt doordat we steeds minder nieuwe gasvelden vinden. En de gasvelden die er zijn, die raken steeds leger. Wat dan ook nog eens niet helpt, is dat er vrij veel gasvelden zijn waar we niet uit kunnen pompen door gepland of ongepland onderhoud. Neem bijvoorbeeld boortorens die moeten gecheckt worden op de veiligheid, of grote gasfabrieken waar brand is uitgebroken. Bovendien moeten we steeds meer concurreren met andere landen voor dat gas. Vroeger kwam het altijd per pijplijn en tegenwoordig gaat het steeds meer per schip. En dat schip dat vaart naar het land dat het meeste wil betalen. Aziatische landen hebben op dit moment meer over voor dat gas dan wij. En dan is er nog Rusland. Rusland is een van Europa's grootste gasleveranciers. Maar het afgelopen jaar kwam er minder Russisch gas binnen dan in eerdere jaren. En het is niet helemaal duidelijk of ze nu niet meer willen of niet meer kunnen leveren. Aan de ene kant heeft Rusland ook te maken met een hoge vraag in eigen land naar gas. En produceren ze in velden die belangrijk zijn voor Europa steeds minder. Aan de andere kant speculeren sommigen dat Rusland niet meer wil leveren om zo sneller toestemming te krijgen voor Nord Stream 2. Dit is een kilometerslange pijpleiding waar al langer politiek gesteggel over is. Al deze punten zorgen ervoor dat gas nu heel erg schaars is. En je kunt het echt zien als een soort perfecte storm met als gevolg hele hoge gasprijzen. Een aantal van deze punten die zijn structureel. Denk bijvoorbeeld aan dat we minder gas uit de grond halen hier in Europa. Andere factoren die zijn echter tijdelijk. De economische groei, het ongunstige weer. Als die dingen weer richting normaal gaan, dan kunnen de gasprijzen ook wat dalen. Maar voor nu zijn de prijzen bizar hoog. En het wordt best wel een spannende winter. Want als het erg koud wordt, dan zullen we met z'n allen veel gas moeten gebruiken om er warmpjes bij te zitten. Die extra vraag die kan de prijzen nog makkelijk verder omhoog stuwen. Dus mochten we dit jaar eindelijk een Elstedentocht krijgen, is dat waarschijnlijk slecht nieuws voor de energierekening.